Welkom bij de SHL-groep in Etten-Leur, het huisartsenlaboratorium voor de regio. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, dagelijks krijgen wij van bijna 5000 patiënten het te onderzoeken materiaal. En dat kan zijn bloed, kan urine zijn, feces, mooi woord voor poep, uitstrijkjes, swabs, spuug, noem het maar op. En wij onderzoeken dat. We staan hier nu bij een behoorlijk ingewikkelde machine. Maar wat gebeurt hier? Nou ja, dat is denk ik wel de trots van ons laboratorium. 5 jaar geleden is deze opgebouwd. Dus de Impeccotrek, Italiaanse makelij. Nee, geen Fiera, eerder een Ferrari om maar zo te zeggen. Als hij het naar zijn zin heeft, kan hij 3600 buizen per uur verwerken. Dus 3600 buizen met bloed, urine per uur verwerken voor allerlei onderzoeken. Er worden hier heel veel uitslagen verwerkt. Hoeveel zijn dat er per dag? Qua uitslagen, wat ik al zei, een kleine 5000 patiënten per dag. Die afkomstig zijn uit, ja, ik zeg maar even, de regio heel groot Breda. Dat loopt eigenlijk van Tilburg tot aan de kust van Zeeland. Van de Belgische grens tot eigenlijk de randen van Rotterdam. In het laboratorium gebeurt bijna alles volledig automatisch. Behalve een paar dingen. En dat gebeurt hier achter. Want wat doen ze hier? Achter mij is het zeg maar een klassiek stukje handwerk. En dat heeft te maken met hematologie. Op het moment dat op het apparaat blijkt dat het bloedbeeld afwijkend is, wordt eigenlijk een uitstrijkje gemaakt van een druppeltje bloed op een glazen plaatje. Dat wordt gekleurd, zodat de cellen bepaalde kleuring krijgen. En die worden onder de microscoop stuk voor stuk bekeken, geteld. En dat zegt iets over het bloedbeeld.